dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In de video van vandaag ga ik wat ga ik eigenlijk doen? In de video van vandaag ga ik TikToks van de viewpage namaken, want ja. Dus ja, als je wilt weten wat voor TikToks ik ga namaken, wil je snel verder kijken naar de intro. Ja, als ik eentje zie die ik na kan maken en ook echt bij mij past. Ja. Wagwan people en welkom allemaal bij de big giveaway. Ja, die ga ik doen, want ik heb geen giveaway. Ik heb geen giveaway. Oké, dit gaat toch niet veel mensen bereiken, maar wie kan dit nog herinneren? Niet alleen had je gewoon knikkers voor het schoplijn, maar deze. Die kon je echt, ik weet niet meer bij welke supermarkt, maar je kon ze sparen. Je kon ze sparen bij Plus, ik weet het tijd nog. Oké, leer. Nou, dan gaan we deze maar namaken. Ik heb geen auto. Mijn iPad ga ik dan kijken wat ik moet doen. Wat heb ik nodig? En ik gebruik gewoon een parfumflesje als flesje. Ik hoef eigenlijk niet zoveel uit mijn hoofd te leren, want ze doet bijna niks. Dus ja. Oké, ik ga waarschijnlijk die gordel niet. Nee, als die... Waarom gaat het die altijd aan? Oké. We gaan nu de tekst erbij doen. Als ik voor 12 juni geen... ik heb maar iets van 50 volgers, hoe ga ik 20k krijgen? Caption is hashtag 4. Waarom gebruik ik deze hashtags? 4D. En natuurlijk is mijn schermopname weer uitgegaan. Want ja, wanneer niet? Dus toen ik die TikTok ging maken, hadden jullie de hele schermopname niet gezien. Maar oké, boeit niet. Ik ga nu even iets anders doen. De afwas. Voor de mensen die het wilden weten. En dan ga ik zo meteen weer een TikTok maken. Als deze geluidkwaliteit van deze video minder is dan mijn andere, klopt omdat ik mijn oude telefoon als microfoon gebruik. Want voor deze video is gewoon veel moeite. We gaan weer op de For You. Scrollen. Oké, ga ik deze doen. Ik ben alleen maar simpelen. Oké, maar we gaan deze doen. Ik heb nog chips en niet hot chili's. Ik wil die echt halen, maar het is echt duur als je Nederland gaat halen. Maar ja, minstens 4 euro. 4 euro voor een zak chips is echt duur. En die zak is volgens mij niet eens groot. Misschien moet ik minder bewegen. Deze had gebruikt, deze emoji. We gaan weer op de For You page scrollen. Je wist net niet eens dat ik één was. Omdat ik het er zei, maar ja. Oké, Dame, doen durf om te waarheid. Hoe deze gewoon twee keer achter elkaar op mijn For You pages. Oké, als ik eentje heb gevonden, kom ik bij jullie terug.
Oké, ik heb dus eentje gevonden. Die is ook weer simpel. Ik ga deze namaken. Oké, ik wou nog wat vragen. Voor de mensen met krullend haar. Hoe houden jullie krullen zo mooi? Kijk, dit is gewoon lelijk. Ja, dus die ga ik doen. Maar ik vind mijn haar gewoon mooi. Maar oh ja, boeit niet. Ik ga het gewoon maken. Oké. Ja, joh, helemaal prima. Oké, mensen. We gaan weer scrollen op de For You. Dat is een optie. Bepaalde Nederlandse programma's waar je als kleinkind naar keek. Zo had je bijvoorbeeld Gek op jou met Yes R, waarin hij kinderen hielp om verkering te krijgen. Vrijland, een serie over een groep jongeren in een klein dorpje. Dan had je nog Amika, dat was wat bijzonder waar iedereen bang voor was. En Sarah, die in een geest was in een spiegel. Natuurlijk Spangas, nou, die echt 10.000 keer al van kast zijn veranderd, maar dit was wel echt de leukste. Ik denk dat ik deze ga doen, maar dan met eigen series. Ik heb er een paar. Welke is interessant? Ik ga gewoon mijn eigen draai aan maken aan deze. Als je voor 2010, 2009, 2008... Ik denk dat die mensen ook wel kennen. Maar in ieder geval voor 2010 bent geboren en je kent deze series niet. Dan heb je geen jeugd gehad. En dan Mega Mindy. Superheld. Gewoon Flash van vroeger. Of Captain Man, maar dan vrouwelijke figuur van vroeger. Deze serie, Hotel 13, is nog best wel recent volgens mij. Komt volgens mij niet meer op tv. Komt altijd op Nickelodeon. En het gaat gewoon over... Ik heb... Als iedereen viral kan gaan, kan ik dat ook. Bij de 50.000 likes knip ik dit labeltje eraf. En ik knip dit labeltje eraf. En doe die van mij. Als iedereen viral kan gaan, kan ik dat ook. Bij de 50.000 likes knip ik dit labeltje eraf. En ik knip dit labeltje eraf. Ja, het was niet echt heel interessant, maar ik vond het wel heel leuk om te doen. Ik hoop dat je het ook leuk vond om naar te kijken. Dus ja, als je deze video leuk vond, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Dag!